Van 21 tot en met 24 juni vindt weer het Internationaal Dansfestival in Bolzat plaats. Het evenement brengt een gevarieerd aanbod van dans- en muziekculturen uit praktisch alle werelddelen. De start van het festival is traditioneel op de woensdagavond, als de internationale dansgroepen zich mengen tussen de Friese folklore van de Heermiel-optocht. Het festival eindigt uiteindelijk met een daverend volksdansspectakel op zaterdagavond. De buitenlandse deelnemers uit onder andere Polen, Costa Rica en het Siberische Buryatië vinden tijdens deze dagen onderdak bij particulieren. Om iedere danser onder te brengen, doet de organisatie daarom een beroep op de gastvrijheid van inwoners van Bolzat en omgeving. Door één of meerdere gasten in huis te nemen, kunnen zij op een unieke wijze kennis maken met culturen waar je normaal niet zo snel mee in contact komt. Wat staat er gebeuren in juni hier in Bolzat? Dan zijn de Heermieldagen hier en in de Heermieldagen is het groot internationale folkloristische dansfestival in Bolzat voor de 29e keer. Hoe is dat allemaal begonnen toen? Het is begonnen omdat we zeiden, ja, eigenlijk moet de Heermielfeesten eens een keer een andere uitstraling erbij hebben. Dus een beetje folkloristisch. En toen vonden wij dat wij een internationaal dansfestival zouden moeten organiseren. En dat is heel goed gelukt. Waar schrijft u dat succes aan toe? Dat groepen die zo graag komen en dat het al 29 jaar loopt? Het is een gezellig festival. Het is niet te groot, maar alle groepen die krijgen hun waarde voor op het toneel. Het is heel belangrijk dat ze kunnen tonen wat ze uit willen dragen. Nou ja, al die groepen waar ze ook wegkomen en sommige van heel ver, Australië, ja, die moeten ook onderdak hebben en daar zoeken jullie mensen om. Ja, we zoeken heel erg gastgezinnen in en om Bolzat. Er zijn nu een man op 50 onder dak. Maar ja, we hebben toch wel 75 gasten die eigenlijk nog waar we gasten voor zoeken. Ja. Dus wat dat betreft, eigenlijk moet er nog wat bij. En het is natuurlijk heel gezellig als je mensen in huis hebt. Ja. Je hoeft de taal niet eens te spreken, dat redt zich wel. Nee. Ja. En dan natuurlijk de optredens van hun. Want hoe lang verblijven de mensen hier dan ongeveer bij de gastgezinnen? Ze komen hier op dinsdag aan. En woensdag is dus de eerste dag van de Heermieldagen. En ze gaan op zondagmorgen weer weg. Ja, die groepen. Hoe komt u allemaal aan die groepen? Geven ze zichzelf op? Of hebben ze ervan gehoord? Of hebben jullie ervan gehoord? Het is nu bekend natuurlijk al overal. En mensen geven zich vaak zelf op, de groepen. Van over de hele wereld. Waar kunnen mensen zich opgeven als ze zeggen van, nou, dan moeten natuurlijk hier gastgezinnen komen in Bolzat? Ze kunnen bij mij opgeven bij hendrikawoudstra@home.nl of telefoonnummer 0515-573405. En dan komt het altijd goed. We zijn nu straks maart, maar u bent er al volop mee bezig. Volop, ja, we zijn er al volop mee bezig. En dat moet ook eigenlijk wel, wil je het allemaal een beetje op regel hebben. Hè? Ja. En het is natuurlijk ook zo, gelukkig hebben we de medewerking ook van de scholen. Van de Sint Maartenschool hier, daar slaapt een groep. Ja. Daar slaapt Portugal bijvoorbeeld. En in het mannencollege, daar slaapt dus een groep uit Mauritanië. En dat is ook heel speciaal. Dus deze 29e keer, die wordt heel speciaal. Het wordt heel speciaal, ja, ja. Net zoals elk jaar toch? Elk jaar. Volgend jaar is 30 jaar. Ja. Dus wie weet wat we dan gaan doen.